Yo mensen, welkom aan een gloednieuwe video. Ik ben vandaag samen met Wessel 19-05, oftewel Wessel. En we doen vandaag een roleplay genaamd generaal. Of politie en boefje, wat je ook wil. En ja, Wessel is de generaal. Of dief. Of nee, wel generaal of politie. En ik ben het boef. De gevangene. Dus ja, veel succes met deze video om te kijken. Geen, ben jij dat? Ja, en we beginnen nu. Wessel, we beginnen met een roleplay. Dan moet gewoon. Hey boef, kom maar nu! Zo! Bukken! Kom. He's not sold. Give me. Ik hoor de man, generaal. Wat doen we? Generaal of politie, wat doen we? Jij moet streng doen, hè? Jij moet streng doen, hè? Generaal of politie, je moet toch wel streng doen tegen mij? Hoor je dat? Nee, ik dacht dat je politie bent en de generaal en dat je stout moet doen tegen mij. Nee, dat doe ik niet. Jij bent lief van je. Oh, gelukkig. Ze zitten in die gangen daar. Oh, wat gebeurt daar? Dat is toch overtreden van de wet? Ja, maar we mogen doen wat ze willen. Zo, ik maar ik jij, wat... jij, weet je wat jij bent? Wat? Jij bent co-leider. En wat betekent dat? Dat jij ook heel wat dingen mag bepalen waar we naartoe gaan. Maar wat ben jij dan? Ik schiet je kook door je hoofd. Waarom zit je te tanken? Is dat gezond? Mag ik ook? Ik heb niks. Kom, lopen. Lopen, we zitten in de borden. We zitten in de borden, ja. Oké. Als je moeder dat leuk vindt. Kan jij het voor? Hoezo ik? Jij bent toch. Dat jij dit maakt, jij bent toch de politie? Lopen. Ja, maar jij bepaalt waar we naartoe gaan. Nee, dat wil ik niet meer doen. Ik wil dat niet. Ik ben boef. Doe gewoon een beetje stout tegen mij, bijvoorbeeld streng. Doe gewoon, het is gewoon roleplay. Hey, wat is er met de auto? Mag ik hem doodknallen? Bukken. Generaal of baas? Doe wat streng. Doe streng tegen mij. Want jij bent een baas. Oké, kom hier op binnen en bukkend. Hoezo? Je bent een baas toch niet? Schiet je door je kop heen anders. Oké. Ik wil niet lopen, ik wil naar boven. Zit je door je kop heen? Oké. Doe wat meer strenger. Lopen! Nee. Je bent toch mijn moeder niet? Nou, dan ben ik je vader. Ook niet.
Zo. Dat is beneden. Help! Zal ons dit ook moeten? Hier is water. Ik heb smoke grenade. Check die deur nou. Zie je die deur helemaal glitchen? Help! Geen hij is hier! Hij is hier! En Wessel, doe gewoon als een real nuts in zijn video's. Doe gewoon zo als daar. Doe zo, doe hem zo na. Doe hem daar na. Hij schoot mij down, hè? Hij zit reloading, kom hier pakken. Oké, nu ben jij dus strenger in, generaal. Nee, ik moet boef zijn, nu ben jij... Oké. We wisselen de rollen om. Zo, zo, ventje. Wat doe jij nou, hè? Beetje rondlopen als een zwerver. Ik ben een zo. Ja, ga maar lekker huilen als een klein baby. Ja, huil maar. Ik schiet je door je kop. Als je één ding fout doet, krijg je de doodstraf. Hè? Hoe vind je dat nou? Vind je dat leuk? Ik zou jou niet door je kop heen zetten, als je dat maar weet. Ik ben de generaal, dus als jij één klein dingetje fout hebt, je krijgt de doodstraf. Je krijgt de doodstraf van de baas. Nee, ik wil geen doodstraf. Dan moet je maar luisteren, ventje. Luister dan, hè. Ik ben geen vent, ik ben een jongen. Jongen, dan moet je luisteren, of ik stop je in een Amerikaanse cel. We gaan hier niet lopen. We gaan hier niet lopen dingen doen, hoor. En tenminste, ik ben de baas, dus. Ik zei nog niet springen, dus je krijgt doodstraf. Ik ben een beetje bang. Zeg het eerder. Of je krijgt de doodstraf. Oh ja, je krijgt de doodstraf. Nee! Dan moet je het nu goed doen. Dus dan geef je, bijvoorbeeld als je een shotgun hebt, geef je me een sniper of zo. En geef ik en dan moet je wel ook shotten. Kom naar mij toe. Of ik knal je door je hersenen. Ja, ik ben bij je. Nee, we gaan niet naar dit huis. Word jij beschoten? Hier is ook iemand anders. Kill. Hoe? Oké, ik krijg doodstraf. Doe niet. Ventje. Achter je! Hey, moeder. Oh. Als jij doodgaat, ga ik ook dood. Ja, wist je dat nog niet? Miserig ventje. Ja, ga maar huilen. Huil maar. Ja, Pleasant? Je mag niet naar Pleasant. We gaan naar Vitaly World. Wat? We gaan naar Vitaly World. Anders pak ik je hoofd eraf. Of je gaat in de Amerikaanse cel, hè? Of vind je dat niet leuk, hè? Nee. Nou, als je naar Pleasant gaat, ga je de Amerikaanse cel. En na de potje ga je dan naar de Amerikaanse cel. En het is erg goed om daar te zitten. Jij wil daar niet zitten, zeker, hè? Klein, miserig ventje. Mm-hmm.
zou me huilen als ik jou was. Ik zou me huilen als ik jou was. Oh, huilen krijg je ook de doodstraf. Je moest al springen. Oké, je gaat naar de Amerikaanse cel. Hè? Nee, ik ben home. Baas. Hè? Hè, klein mier. We gaan naar Retallic World. Opschieten. Stiekem een mes in je nek. Nee, hoe weet je dat? Ik ken een mop. Doe de groeten van Klaas. Sinterklaas. Nee, Klaas kan alles. Hey, kom bij mij. Hé, hey, jongen. Of meisje. Oh ja, lekker voor je. Ik heb iets leuks. Nou, er is maar boven. Lekker maar. Ik heb hem knockdown. Ik heb hem dood. Je hoort een kist, hè? Wessel, kom mee of ik knal je dood. Met deze paarse kar. Ik zal me lopen. Als ik jou was, zou ik hem dood knallen. Kom. Help me looten of ik ga dood. Ik ben bijna dood door jou. Ik heb nog 5 HP. Oké, okay, als ik verfinished ben, bennetje, dus bescherm me nu. Waar ben je? Hier. Hoezo doet bennetje bijna niet zoveel helft meer bij? Kijk, 15 helft erbij. Ik heb ook gewoon 5 bennetjes nodig. Kom. Kom jij? Kom jij eens hier, manneke? We zijn precies uit het poppetje. Kom eens, kom eens, kom eens. Jij gaat hier bewaken. En ik bewaak hier. Zo, is dat goed? Hé, terug op je plaats. Jij mag niks hakken. Let daarop. Ik heb 10 meter hoog. Baas, baas. Wat? Oké, okay, ga nu daar bewaken. Voordat je doodgaat. En dat wil je niet. Dus daarom ga even snel bewaken. Bukken het graag. Bedankt. Nu gaan we naar de bron. Toch dichterbij. Zie je hoe dichtbij? Zie je dat? Of... Hoeveel kills heb jij? Hoeveel kills heb jij? Ik heb 1. Ik heb er 1. Run. Run. Ik moet meer dan jou. Hoor je al die mensen schieten? Kom hier. Ja, kom hier. Meekomen jij. Na dit potje ga je naar de Amerikaanse cel en is in deze aflevering voorgoed afgelopen, hè? Of wil je dat? Ja of nee? Oh, je hebt een scar. Klinkt, je hebt een scar. Ik heb een paarse scar. En daarom schiet ik die mensen super snel dood. Hij zal niet schieten. Of ik knal een kogel op mijn kop heen. Klein kist als er een kist in zit. Het is geen kist.
ik heb een vraag. Wil je straks bij Sylvater en al die sterke gasten, of heel goed spelend zijn, wil je daar straks mee gaan teamen ja, en zo? Ja, Sylvater is online, ja. En Sylvana? Sylvater. Ja, boeit niks wat ik zeg. Ik heb echt alleen maar grijze wapens, hè. Oh, echt? Leuk. Oké. Ik heb deze. Kijk. Ik heb deze. Ik heb deze grijs. Kom nou, kijk. Kom hierin. Zo. Dat was ook allemaal ijzer, dus je hebt dat was ook allemaal steen, dus je hebt geluk. Geef me wat steen. Daar kan je steen. Geef het. Daar kan je steen. Wat zei ik daar? Geef het. Ik heb geen steen. Oké, wil je de Amerikaanse cellen? Ik heb geen steen. Ik schiet je straks door je kruis, hè? Nee, we gaan niet editen. Of je gaat er ook aan. Hoezo dit nou weer? Ze schiet. Zo. Waarom schiet jij? Ik schoot niet. Waarheid, ik zag je schieten. Ik heb er één iemand nog. Oh ja, het andere. Ja, gaat het zo. Wil je dat? Tot volgende video, lieve mensen. Doei!